Kunstmatige intelligentie laat zien dat hetgeen we als samenleving als onze werkelijkheid ervaren, ingrijpend gaat veranderen. Cyborgs die hebben het publieke domein al betreden, bijvoorbeeld met robot Sophia die het Saoedisch staatsburgerschap kreeg. We just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. En hoe vergaand dat ook mag lijken, de werkelijkheid van vandaag de dag gaat nog veel verder dan de modernste science fiction films als Westworld en Altered Carbon ons laten zien. Dit is een video uit de jaren 60 van Dr. José Delgado. Hij is directeur van het Instituut voor Neuropsychiatrie aan de Medical School van de Yale University. En daarin laat hij zien dat de hersenen van een stier draadloos bestuurd kunnen worden. Elke functie in het brein, emoties, intellect en de persoonlijkheid kon toen al worden aangepast. En deze techniek was in Rusland in de jaren 40 al in gebruik om het gedrag van psychiatrische patiënten te beïnvloeden. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power pulsating magnetic fields. But in these experiments, there were no antenna implants. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Delgado's research has so far been limited to animals, but in the Soviet Union, a radio frequency, or RF device, has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients. In 1974 maakte Dr. José Delgado de volgende statements. We hebben een psychochirurgisch programma nodig waarmee onze samenleving politiek beheerst kan worden. Het doel is de fysische beheersing van het menselijk bewustzijn. Ieder die van de gestelde norm afwijkt, kan chirurgisch gecorrigeerd worden. Het individu kan menen dat de belangrijkste realiteit zijn eigen bestaan is, maar dat is slechts een persoonlijk standpunt en de geschiedenis leert anders. De mensheid heeft het recht niet haar eigen bewustzijn te ontwikkelen. Wij moeten de breinen elektronisch controleren. De dag zal komen waarop er legers zijn waarvan de generaals de soldaten door elektronische stimulering beïnvloeden. En vandaag de dag is hij overigens een gerespecteerd wetenschapper. In deze aankondiging bijvoorbeeld van een lezer van professor Dr. Damiaan de Nijs van de faculteit Psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam worden de voorgaande uitspraken zelfs in de aankondiging gequote. En pronkt de organisatie er vervolgens mee dat ze bij het Amsterdam Medisch Centrum toonaangevend zijn in deze diepe hersenstimulatietechniek. Ons neurologisch systeem van ons fysieke lichaam is dus beheersbaar en stuurbaar. Zouden met deze en andere technieken ook mijn persoonlijke en onze collectieve keuzes kunnen worden beïnvloed? En zou dit nu ook al gebeuren, terwijl wij denken onze werkelijkheid te ervaren zoals die zich aan ons voordoet? En zou dit nu ook in andere werkelijkheden plaatsvinden? En heeft dat ook invloed op ons? Welke invloed heeft dit allemaal op mij? En hoe kan ik weten dat ik ervaar wat ik ervaar en dat ik ben wie ik ben? Wat is mijn oorspronkelijke kracht en wie ben ik eigenlijk van origine? Met deze vragen ga ik op pad om te kijken wat er valideerbaar is in mij en buiten mij. Om te beginnen heeft een onderzoekscommissie onder leiding van Bill Clinton in 1994 ontdekt dat onder meer het Amerikaanse ministerie van Defensie, de CIA, de marine en de Department of Energy tussen 1944 en 1975 rond de 400 verschillende biomedische experimenten op argeloze burgers uitgevoerd. Duizenden mensen zijn blootgesteld aan radioactieve straling, zenuwgassen, LSD en biologische wapenstoffen. Deze experimenten zijn uitgevoerd in gerenommeerde onderzoeksinstituten, universiteiten, ziekenhuizen en ook particuliere klinieken. Wetenschappers en assistenten moesten een stilzwijgen ondertekenen en vergroten hun inkomsten met geld van het leger en de CIA. En in de jaren 70 zouden deze proeven officieel zijn gestaakt.
Wat denk jij? Zie jij tekenen van neurohacking en synthetische telepathie in je eigen leven? Of in onze samenleving? Laat het me weten onder de video of op Facebook. Zie ik je de volgende keer aan de andere kant.